In deze video ga ik jullie tonen hoe je een bewaker kan maken in Minecraft. Dus laten we meteen beginnen. In Minecraft heb je twee verschillende soorten bewakers. Je hebt de Iron Golem en de Snow Golem. En ik ga dan voor deze twee soorten de verschillende voordelen en nadelen zeggen en hoe je ze kan maken. Eerst gaan we beginnen met de Iron Golem. Om de Iron Golem te maken heb je twee verschillende spullen nodig. Je hebt nodig 4 Iron Blocks en een Carved Pumpkin. Een carved pumpkin is helemaal niet moeilijk te maken. Je moet gewoon een pompoen op de grond plaatsen en dan right klikken met een schaar op die pompoen en voilà, dan krijg je een carved pumpkin. Als je je iron blokken dan in het volgende patroon gaat plaatsen, dus 1 gewoon op de grond, dan 1 daarboven en aan beide kanten, dus aan links en rechts van die pilaar in het midden gaan we nog een iron blok plaatsen. En daarop gaan we dan die carved pumpkin plaatsen en zo maak je dus een iron golem. De voordelen van de Iron Golem zijn, hij heeft veel AP, hij doet veel damage en hij kan ook zeker veel knockback doen. Maar de nadelen zijn dan, hij is een melee troep, dus hij kan alleen van dichtbij dingen raken en hij is redelijk duur om te maken. Dan gaan we nu doorgaan naar de Snow Golem. De Ice Golem is veel goedkoper om te maken. Om de Ice Golem te maken heb je gewoon 2 sneeuwblokken nodig en daarboven moet je dan weer een carved pumpkin zetten. De voordelen van de Snow Golem zijn, hij heeft een lange range en hij is goedkoper om te maken. Persoonlijk vind ik de Snow Golem niet zo goed, omdat die doet geen damage en die kan ook nog eens sneeuwballen missen. Dus ik zou gewoon aanraden om de Iron Golem te maken. En stel je hebt nu niet zoveel iron, dat is niet erg, want hierboven zet ik een link naar een video over hoe je een iron farm kan maken in Minecraft Bedrock. Daag!